Ik had heel graag vandaag enthousiast dit stand-upje begonnen door te roepen: de formatie is in volle gang. Maar dat is hij niet. Sterker nog, we zijn zojuist de top 10 binnengewandeld van meest langdurige formaties ooit. Meneer Buma, van harte gefeliciteerd. U staat nu al met deze formatie hier met z'n allen in de top 10 van meest langdurige formaties. De top 10 al? Oké. Okay. Feit. Kwalijke zaak. Nou ja, Nederland heeft de laatste tijd wat kampioenschappen binnengehaald. Ik denk dat we de top 3 wel gaan halen. Misschien wel de top 1. Ja, maar goed, als je nou echt formeert, dan mag dat nog wel. Maar dit lijkt nergens. Wat nodig is, is nodig. Wereldwijd of ook daarbij? Nee, we hebben het alleen over Nederland. 3 maanden mag het duren. En voor elke week dat het dan langer duurt, leveren wij met z'n allen 1% van ons salaris in. Oh, alleen Nederland. Ook als die formatie straks zal zijn afgerond, zal er heel weinig gaan veranderen. Want al die partijen die willen allemaal hun eigen stokpaardjes en ook de fouten uit het verleden afdekken. Dus er komt nooit een doorbraak. Het blijft allemaal bij het oude. Het blijft allemaal ronddraaien in dezelfde compromissen van compromissen. En dat helpt ons niet. Ik hoor dan dat we weer gaan praten over VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Zo. Dat lijkt me nou echt een combinatie die je een keer goed uit moet zoeken. Daar hadden we toch al 61 dagen over gehad en toen kwamen we er niet uit. En waarom zou je er dan nu wel uitkomen? Ja, maar we zijn een paar weken verder en zijn ze verstandiger geworden. Ja, kijk, dit zijn van die dingen waarvan ik denk, jongens, hallo. Ik hoorde ook gisteren tot mijn verbazing dat mijn collega van GroenLinks, de heer Klaver, ik geloof voor uw collega's van BNR Radio, zei dat als Tjeerd Wellink hem opnieuw zou uitnodigen, dat hij... Of zou uitnodigen voor die combinatie die u net noemt, dat hij zelfs zonder voorwaarden, wat vorige week nog het breekpunt was, toch aan tafel zou schuiven. Ik hoorde de heer Roemer in één keer zeggen dat hij frisse ideeën verwachtte van iemand die vers uit de middeleeuwen weer in de Tweede Kamer komt informeren. Dus er gebeuren allemaal rare dingen in Den Haag. Maar nogmaals, met echte democratie heeft het niet zoveel te maken. Volgens mij is het zo dat de eventuele andere opties die er waren op dit moment geblokkeerd zijn. Ja, dat blokkeren, dat is wel eens een beetje het ding, deze formatie. Precies. En daarna moeten we helemaal opnieuw gaan kijken. Dus voor mij is het open. Het hele spel begint gewoon opnieuw. Nou ja, sterker nog, begon het maar opnieuw. Maar ik denk dat het opnieuw begint met een heleboel geblokkeerde varianten. Dus het is alleen maar moeilijker geworden in de afgelopen 75 dagen. Wat we hier zien is een spelletje, een poppenkast, een schimmenspel dat wordt opgevoerd voor de bühne. Om de mensen in Nederland te laten denken, oh, het is allemaal heel moeilijk, er moet een compromis gevonden worden. En dan kunnen ze er straks weer makkelijker mee wegkomen. Er wordt nu weer gekeken om dan GroenLinks erbij te halen, waar jullie het 61 dagen over hebben gehad. Nou, 18 dagen gesproken. 18 dagen gesproken, dan gaan jullie nu weer 18 dagen spreken. Waarom is het dan toen vastgelopen? Gaan we het dan nu weer bekijken? Nou ja, dat is niet... U pakt nu een variant, maar daar zou u misschien de andere spelers ook eens kunnen vragen. Wat mij betreft was dat de eerste voorkeur. En ik was ook erg teleurgesteld toen dat niet lukte. Maar waarom gaat het dan nu misschien wel lukken? Dat weet ik niet. Het hangt ervan af of dat uit een inventarisatie zou kunnen volgen. Maar daarvoor is dadelijk ook een debat nodig waar we nog even de afgelopen week afvechten. Eerlijk gezegd denk ik dat het als volgt gaat. Ze komen daar dan 's ochtends aan en zeggen ze, nou jongens, hebben we allemaal ons eigen werk bij ons. Gordijntjes gaan dicht, ze gaan gewoon urenlang hun eigen dingen doen. Aan het eind van de dag komen ze met een gestreken gezicht en een persverklaring dat het heel moeilijk was en dat ze de volgende dag weer verder gaan. Het is helemaal niet moeilijk. Je moet in een dag, anderhalve dag dit soort dingen kunnen afkaarten. Dat kan op de achterkant van een servetje, op de achterkant van een bierviltje. In grote lijnen spreken we dit en dat af. Ze zijn allemaal volwassen genoeg om dat te doen. Dus hou op met dit toneelstuk. Het is wel heel veelzeggend dat de 7 Partij van Nederland, met nog een paar stoelen hier in die prachtige zaal achter ons, dat die gewoon de... informateur leveren. Ik bedoel, veel gekker hadden we het zelf toch niet kunnen verzinnen. Ze hebben nu Cenk Willink erbij gehaald. Nou wist ik eerlijk gezegd niet dat de beste man überhaupt nog leefde. Maar wat kan hij nou anders doen dan Edith Schippers? Nou, niet heel veel, behalve dreigen dat de gunst van het Koningshuis in het geding is. En ik denk dat dat het wapen is dat nu wordt ingezet. Hè. Het is gewoon de monarchie die in feite via de achterdeur nu greep probeert te krijgen weer over het formatieproces. Het is allemaal heel erg ondemocratisch en het is vooral ongelooflijk achterhaald. Het is 2017. Kunnen we niet zelf als Tweede Kamer gewoon richting geven aan wat wij nu willen dat er met het land gebeurt? Dat is toch waar de kiezers voor gestemd hebben? Dat is toch democratie? Herman Cenk Willink is iemand die juist altijd aan de zijkant van de politiek heeft gestaan. Een vicepresident van de Raad van State is niet politicus. Hij is nu minister van Staat. Dat is ook niet politicus. Dat is een eretitel. Meer dat, ja. Ja. Dus wat dat betreft is het zeker iemand die ik niet beschouw als iemand met een heel erg politieke kleur. En dat vond ik in deze fase wel belangrijk. Ik vind de heer Cenk Willink zeker niet iemand die boven de partijen staat. Kijkt u maar eens terug naar wat hij in 2010 allemaal heeft geproduceerd en heeft laten zien. Mag ik heel vrijblijvend een tip geven? Nou, vrijblijvend een tip.
mag iedere Nederlander. Okay. Als dat migratiestuk, goed. Hè? Oh, goed. Doe dat even als op dag 1. Ja, dat is bijvoorbeeld al een hele goede tip. Wist u toch zelf ook wel? Totaal niet opgekomen.